Skoda vandaag is al lang niet meer het Skoda van gisteren. Onder de vleugels van Volkswagen groeide het Tsjechische merk uit tot een serieuze Europese speler. Dat de techniek daarbij dan wel achterliep op die van het moederhuis, deden de klanten niet. Al is ook dat ondertussen verleden tijd. De laatste lichting Skoda's hoeft niet onder te doen voor wat ze bij Volkswagen hebben rondrijden. En dat zowel naar stijl als techniek toe. Een soort van bevrijding waar deze nieuwe supercombi ten volle van profiteert. Met zijn nieuwe Superb neemt Skoda definitief afscheid van het functionele en nogal saaie design van de vorige generatie. De stijl is eleganter, vloeiender ook, al blijf je uiteraard in alle tijden zien dat dit een Skoda is. Binnenin hetzelfde verhaal. Het interieur zit slim in elkaar en is keurig afgewerkt. Het spreekt voor zich dat we ook hiervoor Volkswagen dankbaar mogen zijn. Een nieuwe stijl, dat wel. Maar aan de basisfilosofie raakt de Skoda niet. Dat wil dus ook zeggen dat deze generatie Superb bult van de handigheden. Een zaklamp in de koffer, een makkelijk te ontgrendelen trekhaak, een vuilbakje in de deuren en, zoals vanouds, paraplu's in de deuren. De Superb heeft altijd synoniem gestaan voor een zee aan ruimte. En dat is in deze niet anders. Er kwam 2 centimeter bij in de lengte en 4 in de breedte. Al danken we de nieuwe recordwaarde vooral aan de 8 centimeter gegroeide wielbasis. Wat met een minimum van 660 liter aan kofferruimte, volume dat uitgebreid kan worden tot 1950 liter als je de achterbank wegklapt, heeft de Skoda evenveel ruimte in de aanbieding als de Mercedes E-klasse. Met andere woorden, de Superb blijft de ideale familievriend. Eentje die trouwens ook makkelijk lange voorwerpen slikt. Met de passagiersstoel weggevouwen krijg je een laadlengte van 3,1 meter. Er woedt een ware broederstrijd binnen de Volkswagen groep, met aan de ene kant Volkswagen en zijn Passat en aan de andere kant Skoda en de Superb. Beide middenklasses ontlopen elkaar immers niet op gebied van binnenruimte en ook naar technologie toe zijn ze quasi gelijk. Hetzelfde op het gebied van veiligheid, waar de Superb net als de Passat te bestellen valt met een afstandsradar en een noodremhulp die, als het moet, ook stopt voor voetgangers. Naast het MQB-onderstel komt de Superb ook met hetzelfde motorenaanbod als de Passat. Het is te zeggen, de 2-liter TDI van 240 pk blijft voorbehouden aan VW, aangezien je de baas ook iets moet kunnen. Die van 280 pk blijft echter wel beschikbaar. Net als, uiteraard, de 2-liters diesel van 150 en 190 pk. Motoren die je naar keuze kan koppelen aan een manuele bak of de gerobotiseerde DSG. De 2.0 TDI van 150 pk is zonder twijfel de beste keuze voor deze grote brek. Met 8,8 seconden van 0 tot 100 km per uur is die namelijk vlot genoeg, terwijl het nadien met een gemiddeld verbruik van 4,1 liter niet wordt afgestraft aan de pomp. Oh ja, ook nog dit. Als het budget het toelaat, ga dan zeker voor het extra comfort van de DSG. Ook op de weg is de Superb erop vooruit gegaan. Al hadden we eigenlijk niets anders verwacht, aangezien de Skoda, zoals al gezegd, bouwt op het nieuwe MQB-platform van de VW-groep. Toch zijn er nog een aantal werkpunten. Zo slaagt de demping er niet in de pompbewegingen van de Superb onder controle te krijgen, terwijl ook het gebrek aan rechtuitstabiliteit om een oplossing vraagt. Maar goed, al bij al is dat detailkritiek. Het perfecte rapport is immers nooit veraf. Zeker niet als je ook de adaptieve dempers bijbestelt. Vergeleken met een Passat zijn de verschillen met deze Superb miniem en op sommige vlakken zelfs onbestaand. Alleen is deze combi 2000 euro goedkoper dan een vergelijkbare variant. Je kan je dus de vraag stellen wie van de twee nu de echte wagen van dat volk is.